In Marokko zijn wij eigenlijk door onze moeder opgevoed. Zij was zowel de man als de vrouw thuis. Want papa die zat in Europa, die was aan het werk, die zag je één keer in het jaar. En als het een beetje mee zat, dan twee keer in het jaar. Dus ja, daar had je geen echt goede band mee. Ik kan me nog heel goed voorstellen dat ik op een ochtend dat mijn vader dus aankwam, moeder maakte me wakker. En hij kwam ook de kamer binnen, dat ik daar aan haar vroeg. Wie is die man? Ja, op dat moment ja, doet het je niks. Het is heel spontaan, als kind zeg je dat. Maar dat is me wel altijd bijgebleven. Ook toen ik in Nederland kwam, merkte ik dat er toch een bepaalde afstand tussen mij en hem was. Hij was een hele lieve man. Maar op een bepaalde ding kon je niet zo makkelijk met hem praten. En hij was toch wel, zoals het in de cultuur wat in de Rif heerst, de man in huis. Dus als hij dan wat zei, dan moest dat ook zo gebeuren. Op zich is dat, heeft hij het ook heel goed gedaan. Want hij heeft ons duidelijk gemaakt wat wel en wat niet kan in het leven. En dat heeft me toch wel gemaakt tot wat ik ben op dit moment. Maar met mijn moeder was het heel anders. Mijn moeder, daar kon je alles tegen zeggen. Kon je heel normaal gesprek met haar voeren en nog steeds. Als je een vriendinnetje krijgt, dan wil ze dat ook weten. Dan is ze heel blij voor je. En dat had ik bij mijn vader dus niet. Mijn vader is helaas in mei 2002 overleden. En dat was toch een klap voor mij. Eigenlijk nog steeds. Iedere moment van de dag denk ik toch wel aan hem.